Hey, en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers, uw online bloemist en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook weer een prachtig herfstbloemstuk maken. En dit seizoen, ik vind het geweldig, want je hebt zoveel mooie kleuren en materialen om mee te werken. Hè? Dus ik heb er ook helemaal zin in. Heb jij er ook zin in, doe dan vast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis, dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag graag bestellen? Je kan hem zowel compleet als de losse materialen bestellen. Dat kan hieronder. In de beschrijving vind je een linkje waar je het pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt het onder een kopje kurspakketten. En mocht je dus zelf een mooie ondergrond hebben waar je deze materialen voor wilt gebruiken, dan kan dat natuurlijk ook. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Volgen op Facebook of Instagram, kan je me daar ook volgen voor nog meer bloemschikken inspiratie. En deel ook jouw inspiratie en maak mensen enthousiast met bloemen. Alleen maar heel erg leuk om op deze manier positiviteit te verspreiden, dus doe gezellig mee. En vandaag gaan we aan de slag met de Oasis Bio blok. Oasis heeft steeds meer bio varianten in het assortiment en dat is natuurlijk erg goed, want een kleine aanpassing. En je kan op deze manier toch aan het milieu denken. En het product is gewoon zeker net zo goed als een normale versie. Maar dan gebruik je de bio-variant. Dus dan hou je toch een beetje rekening met het milieu. En ik heb een prachtige schaal. Hij is echt heel mooi van kleur. Het is beton, dus mooi zwaar, ook van kwaliteit. En daar gaan we een mooi bloemstuk in maken. Ik ga het stikschuim even vol laten zuigen met water. Let op dat je Oasis Bio en natuurlijk ook andere producten nooit onder water duwt. Zelf vol laat zuigen. En als je hem onder water hebt, dan kan je hem eruit halen. Dit voorkomt dat je dan luchtbelletjes krijgt in het product. En als je luchtbelletjes hebt, dan zit op die plek geen water. Dus dan kunnen je bloemen ook geen water opnemen. Dus belangrijk, eventjes gewoon in een bak met water leggen. Zelf voluit zuigen. En als hij onder water is, kan je hem eruit halen. Dus ook niet onder de kraan houden, want dan krijg je hetzelfde. En ja, u wilt natuurlijk zo lang mogelijk genieten van onze mooie bloemen. Dus dat gaan we ook doen. We gaan gauw aan de slag. Ik heb dus deze prachtige schaal. Hij is echt heel mooi. Er zit een laagje in. Dus hij is licht gekookt. Maar wil je helemaal dat je waterdicht is, kan je ook nog even een stukje folie of plastic gebruiken. Ik doe dat vandaag niet. Maar dat kan je dus altijd als extra veiligheid doen. Ik ga hem even vullen met het steekschuim. En dan kunnen we aan de slag. Kunnen we gaan beginnen. Allereerst gebruik ik heide. Ik knip de bovenkant gewoon af. Daarna kan je het potje nog gerust in de tuin poten. Dan komt hij volgend jaar gewoon weer op. Dus dat is wel leuk. Dus niet weggooien zonder in de tuin poten. En ja, deze gaan we dus gebruiken. Je kan de stelen er met het steeltje insteken. Maar je kan ook eventjes een krammetje gebruiken. Heide zal mooi indrogen. En die steek ik een beetje aan de zijkant. Gelijk een herfstsfeertje en ja, ook echt prachtig van kleur. Dan ziet het er zo uit. En dan gaan we verder met andere materialen. Ik gebruik ook wat mooie asparagus. Je kan de takjes wat langer gebruiken, maar ook wel wat korter. Ik gebruik vaak de zijstukjes. En vooral als de schaal niet zo groot is, dan lijkt het gewoon net wat fijner en compacter. Dus die kan je gerust splitsen.
echt al een mooie basis gelegd. En ik heb ook mooie zeden. Dat is ook echt wel herfst. En zoals je ziet verwerk ik alle bloemen echt heel mooi kort. Dus echt compact erin. Zodat je echt die mooie vorm van het schaaltje erin houdt. Want dat wil je natuurlijk. En die wil je goed blijven zien, want hij is gewoon echt prachtig. Deze ondergrond is ook echt ontzettend leuk om weer met kerst op te maken. Mochten jullie dat vaker willen zien, laat dan hieronder in de reacties eventjes weten. Dan gebruik ik een trosroosje. Let op dat je alle bloemen goed schuin aansnijdt. Dat is altijd erg belangrijk. En ik let dus ook goed op de verdeling van de bloemen. Gebruik ook nog wat andere besjes. En je kan echt zoveel mogelijk wel splitsen, zodat je hem zo compact en fijn mogelijk in je kransje kan verwerken. Dus dat is met alle materialen eigenlijk wel belangrijk, dat je het er niet te grof in verwerkt. Dan heb ik nog wat mooie appeltjes. Je kan even op een sorteerprikker doen, maar je kan ook even de koudlijm gebruiken. En dan hou je het appeltje intact. En dan blijft hij vaak net wat langer mooi. Wat ik vaak doe met koudlijm is, ik doe er een dotje op. Dan laat ik hem heel iets aandrogen. Vaak blaas ik eventjes. En dan wordt de kleur iets doffer. Dan droogt hij al iets in. En dan zit hij eigenlijk vrij snel vast. Dus dan kan je iets sneller en ja, ik vind het wat makkelijker verwerken. Ja, dit schaaltje is ook gewoon echt qua kleur echt heel mooi bij. En dan voeg gewoon nog wat roze bottel eraan toe. Ik vind het altijd echt, ja, prachtig. Dat is voor mij echt herfst. En echt mooi om ja, aan toe te voegen. Je kan gewoon de zijtakjes gebruiken. En ik splits hem ook op. En dan hebben we echt een prachtig herfstbloemstuk. Ik spray nog even met de Floralife Finishing Touch Spray. En dan kunnen we extra lang genieten. Ja, dit is toch echt een plaatje. Heel erg mooi van kleur. Ik hou ervan ook dat roze in combinatie met oranje en rood. Echt heel warm. Kleurrijk, maar echt passend bij elkaar. Wil je dit nu graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je kan zowel het pakket compleet bestellen als losse materialen of de losse schaal. Dus wat je ook wil, je kan zelf kijken hoe je het graag zelf wil maken. Goed, ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Laat hieronder in de reacties weten wat je van deze video vindt. En ja, dan zien we maar weer bij de volgende video. Doei!